Ja, het is verbazingwekkend. En je zou het niet verwachten dat iemand, zeg maar, die zo'n achtergrond heeft en veroordeeld is voor terrorisme, dat die dit soort contact heeft met dit soort mensen omgaat en zo dicht bij de macht zit. Eigenlijk zij heeft ook bijvoorbeeld contact met Rutte. Zij heeft zijn telefoonnummer. Dat heeft half Nederland, hè? Nou ja, nee, maar ik heb ook screenshots gezien dat Rutte haar bijvoorbeeld erg succes mee wenst of zo. Dus zij is heel close met allerlei mensen die de macht vormen in Nederland. Fluistercampagne, foldertekst, framing, spindokters, poppetjes, politieke spelletjes. Niets is zo ondoorzichtig als een verkiezingscampagne. Maar wat zie je als je door de campagne heen kijkt? Als je de folderteksten afpelt en naar de kern gaat? Wat zou je als kiezer echt moeten weten om je stem te kunnen bepalen? Marianne Zwageman en Ton F. van Dijk helpen je op weg naar de verkiezingen. We kijken ver weg van het Binnenhof, dwars door de campagne heen. Jij hebt die Soumaya Salah weer opgediept, hè? Die veroordeelde terroristen die gewoon hier in Den Haag met een Kalasjnikov doorgeladen over de straten liep en daarvoor ook in de gevangenis heeft gezeten. Ze is in 2005 aangehouden in Amsterdam, samen met haar man en nog twee mensen. En toen was er inderdaad een doorgeladen wapen in haar, een automatisch wapen in de tas. Geen Kalasjnikov, maar een ander merk. Agrom 2000. Ja. En toen is zij veroordeeld uiteindelijk wegens lidmaatschap van een terroristische organisatie, de Hofstadgroep. En ze is ook veroordeeld wegens verboden wapenbezit. Ze heeft een tijd doorgebracht in de extra beveiligde inrichting in Vught. En daarna is ze gederadicaliseerd. Dus is ze juist iemand geworden die afstand heeft genomen van dat gedachtegoed. En toen is ze omarmd door Frits Bolkestein, de oud-leider van de VVD. En die heeft onder zijn hoede genomen en ze is gaan studeren en ze heeft zich ontwikkeld academisch. En via Frits Bolkestein is ze ook... heeft ze toegang gekregen tot zijn netwerk. En zo is ze allemaal bekende mensen die ze kent en adviseert en waar ze mee praat. Ja, en op een gegeven moment is het toch fout gegaan toen Geert Wilders erachter kwam dat zij in het gebouw van de Tweede Kamer rondliep. En begin vorig jaar, heeft Geert Wilders toen ontdekt van ja, ze werkt voor de VVD. Ze is lid van de VVD, maar ze is ook tafelvoorzitter bij de VVD. Dus had een echte functie. En ze loopt in het gebouw rond van de Tweede Kamer. En ja, ik kan me heel goed voorstellen dat Wilders, die al 10, 15 jaar wordt beveiligd en op de dodenlijst heeft gestaan van de Hofstadgroep. En dezezelfde mevrouw heeft ook destijds geprobeerd het privéadres van Wilders te krijgen. Ze heeft later gezegd, ja, dat was om op te roepen tot de islam. Ja. Maar ja, daar zijn verschillende gedachten over. Met een doorgeladen wapen in je tas. En zeker bij Wilders zelf. Dus dat hij daar enorm nummer van gemaakt heeft, kan je hem niet kwalijk nemen. Nee, lijkt me voorkomen VVD, terecht. Ja, toen heeft de VVD afstand van haar genomen. En een paar weken heel geleden... aarzelend, hè? Heel aarzelend. Ja, klopt. En het staat enorm mee in hun maag. En een paar weken geleden, ja, toen kwam Wilders erachter dat ze nog steeds meepraat bij de VVD in de groepen. En toen heeft hij daar weer een enorm nummer van gemaakt in de Tweede Kamer. En Jezilge is daar hard op aangevallen. En ik heb daar een groot verhaal over geschreven, over deze mevrouw. Want die blijkt dus steeds om te gaan met allerlei mensen die heel dicht bij de macht zitten. En nu was in dit geval, zat ze heel dicht bij mensen van de BBB. Ja. Daar zitten een paar hele beroemde militairen die allebei de Willemsorde hebben gekregen. Twee officieren. Eentje daarvan is Gijs Duinman. Die is beoogd minister van Defensie namens BBB. En die andere, dat is Roy de Ruiter, een helikopterpiloot. Nou, en daar bleek zij heel close mee te zijn. En ook in het bedrijfje van hem te werken, maar ook dingetjes te doen voor BBB. En, zonder dat BBB zich daarvan bewust was? Ja, BBB wist dat niet. Nee. En uiteindelijk heeft Roy de Ruiter, die dus adviseur is van BBB, gezegd, ja, ik heb haar inderdaad gevraagd bijvoorbeeld om iemand te polsen, of die misschien minister wilde worden. En dat vond ik heel erg interessant. En daar heb ik wat uitzoekwerk gedaan en een groot verhaal over geschreven. En toen kwam ik er ook achter, hoe zat het nou met die Bolkestein, die Frits Bolkestein. Ja, en toen sprak ik de familie van Frits Bolkestein. En die vertelde dat zij vinden dat zij financieel misbruik of gebruik of geprofiteerd heeft van hem. Door te accepteren dat hij haar studie heeft betaald. Hij heeft eigenlijk 3 jaar lang in haar levensonderhoud voorzien. Ja. Dat was van 2018 tot en met 2000, ergens halverwege 21. Nou, toen was Frits Bolkestein, ja, ik denk 88. En zij is ongeveer 38. En die familie had daar een probleem mee. Dat zij uiteindelijk bleek het om het achter te gaan van meer dan 85.000 euro. Wat zij gekregen zou hebben van hem. En daar heb ik een verhaal over geschreven. En dat leidde uiteindelijk gisteren, want ik heb natuurlijk een reactie gevraagd aan de VVD. En gisteravond is het hoofdbestuur van de VVD bijeengekomen. En die hebben besloten dat zij gerooieerd werd als lid. Omdat zij dus geprofiteerd zou hebben van erelid Frits Bolkestein. Maar dat is toch ook heel raar. Dus ja. Dat is dan voor de VVD nu wel reden om te zeggen. Nu wordt ze ook echt als lid uit de club gegooid.
Maar alle andere dingen die ze uit heeft gevreten, was niet voldoende reden om dat te doen. Nee, ik moet even bijzeggen, zij ontkent dat ze daarvan geprofiteerd heeft. Ze erkent wel dat ze dat geld gekregen heeft, maar zij zegt, Frits Bolkestein heeft er bewust voor gekozen om mij dat geld te geven, want hij wilde dat ik me ontwikkel en dat ik zo weer voor de samenleving goede dingen ga doen. En toen heeft ze ook nog gezegd, en er is iemand die dat kan bevestigen, namelijk de professor die mij begeleidt aan de universiteit, en die heb ik ook gebeld, en die zei, inderdaad, Frits Bolkestein wil daar gewoon voor haar betalen, dus waar maakt die familie zich druk over? En nou goed, dat verhaal is naar buiten, of daar heb ik commentaar op gevraagd van de VVD, en die hebben gisteren inderdaad besloten om haar te royeren. Ja. Ja, je kan je afvragen, kan je zomaar iemand royeren? In de statuten van de VVD staat dat er een redelijke aanleiding voor moet zijn om zomaar een lid eruit te gooien. Ja, en de vraag is, voldoet dat aan de criteria? En moet je ook niet zo iemand van tevoren horen? En dat is ook niet gebeurd. Dus ja, spannend. En zij heeft vanavond ook laten weten dat ze een smaadklacht, geloof ik, indient, zag ik op teletext. Tegen jou? Nee, niet tegen mij, maar tegen Martijn Bolkestein, de neef van Frits Bolkestein, die in mijn artikel, ja, het, zeg maar, de beschuldiging uitte dat zij geprofiteerd zou hebben van Frits Bolkestein. Ja, en die neef, hè, is ook een oud-Kamerlid overigens. Ja. Nooit echt heel grote dingen bereikt, volgens mij. Want het is al een beetje backbencher bij de VVD. Maar goed, die wordt door deze professor die jij om commentaar hebt gevraagd, Andreas Kinnegin is dat, hè? Er wordt hij een wrokkige neef genoemd die zich door een domme journalist, en dat ben jij dan. Ja, dat ben ik. Of jij hebt je een domme journalist even voor het karretje laten spannen van die wrokkige neef. Dat was zijn verweer, hè? Ja, nou ja, ik denk altijd als jij dat soort kwalificaties moet gebruiken voor andere mensen, dan is dat nooit heel sterk. Dus ja. Maar ik heb ook geleerd dat je, ik heb in Leiden gestudeerd, dus een hoogleraar, ja, dat zijn hele intelligente, slimme mensen. Dus laat ik daar nou gewoon aardig voor zijn. Ja, hij vindt dat en ik vind dat prima. Maar deze mevrouw, deze Soumaya Sala, overigens haar zus, staat op een onverkiesbare plek inmiddels, hè, bij D66. Maar zit al een tijdje voor D66 ook in de Tweede Kamer, hè, de afgelopen periode. Sala, en dat is ook interessant, want toen zij zich kandideerde voor D66, kwam er opeens een filmpje van Frits Bolkestein met een telefoon gemaakt, waarin hij tegen Fonda Sala zei, wat goed dat je de politiek in bent gegaan, jammer voor de verkeerde partij, maar ik wens je toch heel veel succes, zoiets. Ja. En ja, daar zag je echt een hele een oude Frits Bolkestein natuurlijk. Fragiel. Ja, fragiel. Dementerend? Niet, nou, dat niet. Dat zag je zeker niet. Maar wel een kwetsbaar persoon. Hè? Want dat is ook logisch. Als jij tegen de 90 bent, ja, dan ben je natuurlijk van nature waarschijnlijk een kwetsbaar iemand. Hij woont ook op dit moment in een verzorgingshuis. Dus, en dat filmpje heeft zij gemaakt. En de familie is daar ook weer mee geconfronteerd. Van, die zien dan opeens hun vader en oom verschijnen in zo'n filmpje. En die hebben dan het gevoel van, ja, wordt hij nou hier gebruikt of wil hij dat nou zelf echt? En geeft een beetje ongemakkelijk gevoel. Wat was al eerder volgens mij gedoe in die familie, dat hij nam haar ook mee bijvoorbeeld naar de troonrede en dat soort officiële gelegenheden waar hij nog mocht komen vanuit zijn grote staat van diensten voor het land en ook als oud-EU-commissaris. En toen was er al een beetje gedoe in die familie dat die vrouw van Bolkestein dat nou ook niet per se zo leuk vond. Dat hij elke keer met dat chickie aan kwam zitten, toch? Nou ja, kijk, hoe je naar die zaak kan kijken. Kijk, die familie zegt dus, zij heeft van hem geprofiteerd. Want ze heeft €85.000 van hem gekregen. Hij heeft haar huur betaald, kleding, alles. En zij heeft niet gewerkt, ze was 38. Ze heeft gestudeerd. En of Frits Bolkestein dat nou gewild heeft of niet, of dat hij zich helemaal van bewust was of niet. Maar ik denk dat heel veel families waar een iemand in het verhaal komt die bij jouw oude vader of moeder opeens in beeld komt en dan daar heel veel geld van krijgt. Als een soort aangenomen dochter, hè? Profileert zij zichzelf. Ja, zegt zij zelf. Hè? Dus de familie zegt, nou, dat hebben wij nog nooit gehoord dat hij haar een dochter heeft genoemd. Maar zij zegt dat zelf wel. En ik denk dat in heel veel families daar met argusogen naar zou worden gekeken door de kinderen en door de andere mensen van die familie. Dus dat wij daar problemen mee hebben en dat zij een waardeoordeel daar aan koppelen, zo van jij hebt geprofiteerd van de oude Frits Bolkestein. Ja, daar kan je je best iets bij voorstellen, maar zij ontkent dat dus heel hard. En die Kinnegin die zegt, ja, ik heb er de tijd ook met Bolkestein over gesproken. Hij wilde dat gewoon. Dan is het natuurlijk altijd lastig. Nou, was hij niet alleen zich bij Bolkestein in zijn inner circle aan het wurmen. Zij is ook een tijdje heel close met Pieter Omtzigt geweest. Of misschien nog steeds.
Nou, ik heb begrepen dat om zich haar al jaren niet echt heeft gesproken. Dus dat ze wel af en toe contact hebben. Zij stuurt wel eens een appje om te feliciteren op zijn verjaardag. Hij heeft wel volgens mij, heb ik begrepen, voor 2020 af en toe gebruik gemaakt van haar inzicht als deradicaliseringsdeskundige. En toen er bijvoorbeeld discussies waren over ISIS en hoe je om moest gaan met die ISIS-bruiden. En zo heeft hij wel haar advies gevraagd. Maar ik heb begrepen dat toen hij zich vervolgens ging verdiepen in wie zij nou was en wat haar precieze achtergrond is, dat hij toen toch heeft besloten van ik neem wat meer afstand. Dus ja. Inderdaad, er is in het verleden wel contact geweest. En ja, er zijn ook foto's, die heb ik gekregen dit weekend, waarop Omtzigt te zien is met haar. En ook de vrouw van Omtzigt op een boekenclub. Maar er was bijvoorbeeld ook weer een journalist bij. Dus ja, ze kennen elkaar. Maar dat is dus het raadselachtige van deze mevrouw Sala, dat ze met ongelooflijk veel mensen die heel dicht bij de macht zitten contact heeft. En hele innige contacten. En dat zou je niet verwachten als je haar achtergrond kent. Maar aan de andere kant, de gedachte in Nederland is natuurlijk, als je een straf hebt uitgezeten, dan is het ook heel goed dat iemand terug kan keren in de samenleving. Maar ja, of het verstandig is om dan in de politiek te gaan bewegen, nou ja. En dat is de grote vraag waar de discussie over gaat als het over Sala gaat. Nou ja, en zij is blijkbaar ook altijd op zoek naar mensen die dicht bij de macht zitten. Want het was dus met Pieter Omtzigt, dat was met Bolkestein, maar nu dan weer bij BBB. Ja. Overigens vond ik het ook al, ik zag dat ook op Twitter iemand die vraag aan ons stelde van BBB is toch ook van de omgekeerde vlag waar de veteranen zo boos over waren. Dat is ook opmerkelijk dat die hele grote oorlogsveteranen, de helden, hè? De dragers van de Willemsorde. De allerhoogste onderscheiding van. Ja, dat die juist kent. Die zich. Zit daar niet in? Ja, dat is op zich misschien wel opmerkelijk. Waarom kiezen die nou voor BBB? Zou je ook af kunnen vragen, toch? Ja, nou ja, ik heb begrepen dat ze ook bij andere partijen zich hebben gemeld of contact hebben gelegd. En uiteindelijk is het dus BBB geworden. Misschien ook met het idee van dat het een grote partij zou worden. En bijvoorbeeld die Gijs Tuinman, die zat dan op 3 op de lijst en is naar voren geschoven als kandidaat minister van Defensie. En ja, bij BBB waren ze daar heel blij mee, zulke oorlogshelden in de partij. Ja. Nu blijkt dat een van die twee, die zeg maar als adviseur aan BBB was verbonden, ja, heel nauw en close is met deze mevrouw Sala. En dat hij haar ook heeft gevraagd om contact te leggen met iemand om eens te kijken of die misschien minister zou willen worden voor de BBB. En dat wist Caroline van der Plas dus helemaal niet. Dus die wordt nu geconfronteerd met het idee van dat zij, ex-terroristen, omstreden bij de VVD, opeens bezig is voor BBB. Of in ieder geval in opdracht of bezoek van dat lid van dat adviesteam, die militair die Willemsorde heeft gekregen. Gaat zij daar schade van ondervinden? Is het schadelijk voor BBB? Ik denk het niet, want BBB heeft eigenlijk meteen gereageerd en heel doortastend. Namelijk, ze hebben gezegd van wij kennen deze mevrouw niet. Ze heeft niet in onze opdracht gedaan en we willen dat dit op de bodem wordt uitgezocht. We zetten onze contacten met deze militair die de Willemsorde heeft, Roy de Ruiter, even on hold. We bevriezen dat. En we vragen aan de NCTV en de beveiliging van de Tweede Kamer om een analyse te maken van of hier onze veiligheid in het geding is en of er risico's zijn verbonden aan wat hier gebeurd is. Dus zij heeft heel doortastend opgetreden en ik denk dat ze daarmee de zaak helemaal geneutraliseerd heeft. Dus dat het niet heel negatief terugslaat op Caroline van der Plas. Is dit wel een dingetje waar we minder naïef moeten zijn als samenleving? Is het echt een ondermijningsding? Lopen er gewoon dit soort mensen rond? We hebben natuurlijk ook al die IS-terugkeerders, hè? En met name die vrouwen. Die worden natuurlijk veel te lief als soort slachtofferige bruidjes gezien in plaats van de oorlogsmisdadigers die ze net zo goed zijn als de mannen die terugkeerden. Dat dit soort mensen zo makkelijk overal binnen kunnen wandelen en ook mee kunnen de ridderzaal in en zo. Hè? Ja, het is verbazingwekkend. En je zou het niet verwachten dat iemand zeg maar, die zo'n achtergrond heeft en veroordeeld is voor terrorisme, dat die dit soort contact heeft met dit soort mensen omgaat en zo dicht bij de macht zit. Eigenlijk zij heeft ook bijvoorbeeld nou contact met Rutte. Zij heeft zijn telefoonnummer. Daar heeft half Nederland, hè? Nou ja, nee, maar ik heb ook screenshots gezien dat Rutte haar bijvoorbeeld erg succes mee wenst of zo. Dus zij is heel close met allerlei mensen die de macht vormen in Nederland. En hoe dat nou precies kan, dat is eigenlijk het wonderbaarlijke verhaal. Hele mooie, slimme vrouw is. Ook, ja. En, als het een lelijke kerel met een vieze baard was, dan was het, denk ik, dan had Bolkestein niet gezegd, ga maar op mijn kosten lekker promoveren. Niet, in ieder geval die kans, dat zou kunnen, maar hij is in ieder geval onder de indruk van haar geraakt. En er zijn meer mensen die door haar betoverd zijn. Ja. En de ene visie is,
iemand komt uit de gevangenis, heeft zijn straf uitgezeten of haar straf uitgezeten, die moet gewoon volledig kunnen terugkeren in de samenleving. Dat is een heel liberaal idee. Ja. En de andere visie is, ja, maar je laat toch prima, maar je moet iemand met zo'n achtergrond misschien dan wel terug laten keren, maar niet in het hart van de politiek. Want ja, wat heeft ze nog steeds misschien die radicale ideeën? Maar ze is natuurlijk nooit echt op een officiële politieke functie ergens terechtgekomen. Hè? Bij de VVD was het dan voorzitter van zo'n tafel of zo. Maar goed, hoe belangrijk dat is, weet ik ook niet. Iemand kan op de achtergrond dus ook heel veel macht hebben. Want het blijkt dus dat zij samen met die Roy de Ruiter, die ook dus die militaire Willemsorde heeft gekregen, en die adviseur is van BBB, zat ze ook in een bedrijfje. En voor dat bedrijfje legde zij dan contact met Kamerleden of een Kamerlid. En vroeg ze dan bijvoorbeeld om iets zakelijks voor Roy de Ruiter te regelen of een gesprek. En dat had weer te maken met militaire aangelegenheden. Dus het leveren van oud commando's voor een bepaalde actie ergens of trainingen. Ja. En dan vraag je wel af, hoe kan het dat iemand met zo'n achtergrond bij dit soort zaken betrokken is? Ja, of zich betrokken maakt. Hè? Want ik heb het gevoel, dit is gewoon een vrouw die zelf continu opduikt. Ook in de mails van Kamerleden die daar helemaal per se niet op zitten te wachten. Maar zij wurmt zich overal naar binnen. Want jij noemde het voorbeeld van een mail gericht aan... ik vergeet altijd zijn voornaam, omdat ik zijn vader natuurlijk dan altijd in mijn hoofd heb. Is Elian. Ja, de zoon van Afshin Elian. Ja. Daar wurmt ze zich zijn mailbox binnen. Maar dat is niet per se dat hij zit te wachten op dat contact. Begreep ik uit jouw stuk. Hij maakt het heel erg duidelijk van, ik zit daar niet op te wachten. Dus ik heb een gesprek met je aan te gaan. En dat vond zij heel vervelend. En die Roy de Ruiter, waar ze dus mee samenwerkt, en die dus die Willemsorde heeft, die was daar eigenlijk heel boos over. Dus die stuurde daarna een hele boze e-mail aan Elian. Ja. Zei, weet je al wie ik ben? Ik ben Apache-piloot geweest en ik heb 6 missies in Afghanistan gedaan en ik heb van de koning een onderscheiding gekregen. Ja. Ga ik even aan jou vertellen dat ik het niet eens ben met hoe jij omgaat met mijn vriendin, Soumaya Sala. Ja. Dat viel natuurlijk totaal verkeerd bij dit Kamerlid. Dus alles wat daarna kwam, had ook geen zin meer. Ja. Hij wilde heel graag dat Elian dus ging praten met een paar vrienden van hem die bij het Korps Commandotroep hebben gewerkt. Nogal dwingend, hè? Ja, het was dwingende toon in die mail. Dus die Elian heeft die mail vervolgens gedeeld met andere mensen. Want zo van, kijk nou eens wat mij overkomt. Moet je zien wat een toon deze meneer aanslaat. Ja. En toen waren er ook mensen die zeiden, dat kan inderdaad niet. Ik zou er niet mee gaan praten. En daardoor kwam die mail dus in grotere kring bekend. En kwam die ook bij jou terecht? Uiteindelijk is die zo bij mij terechtgekomen. Dus als jij zeg maar over hele geheime dingen wil praten met Kamerleden, militaire aangelegenheden, moet je misschien een rustige toon kiezen, zodat er niet de mail zelf aanleiding is om te verspreiden. Even een klein zijlijntje hoor, maar die Elian, die is volgens mij een heel bekwaam Kamerlid, maar staat niet heel erg hoog op de lijst bij de VVD. Heb jij een verklaring daarvoor? Ik weet even niet op welke plaats hij staat, weet je? 18 of zo, of 22, heel laag. Ja, oké, maar dat is nog steeds een goede verkiesbare plaats natuurlijk. Hè? Jawel, maar er spreekt nou niet een enorme blijk van waardering uit, terwijl hij wordt zwaar beveiligd. Ja. En je zou verwachten, ik weet dus niet zeker of die op die plaats staat, maar ik geloof het wel. Maar je zou verwachten dat iemand die zo zwaar beveiligd wordt voor zijn politieke activiteiten, want hij houdt zich bezig met misdaad en ondermijning, georganiseerde misdaad, en hij wordt dus vanuit die hoek wordt hij heel erg bedreigd. Ja. Hij heeft kinderen, hij kan eigenlijk de deur niet uit. Dus die man met ongelofelijke prijs voor zijn kamerwerk. Ja, en dan zou je wel verwachten dat je ergens misschien in de top 5 zat of zo. Maar jij weet ook niet wat erachter zit. Nee. Nee. Nog even, want ik haalde net aan dat Pieter Omtzigt inderdaad ook nauwe banden schijnt te hebben dan met deze mevrouw. Maar daar stond bijvoorbeeld best een tendentieus stuk vandaag over op de site van Elsevier. Elsevier die overigens in 2019... Gisteren, die hebben gisteren heel snel een stuk gepubliceerd, omdat ze ook, dat heb ik gehoord, tenminste dat ze wisten dat het verhaal van HP de Tijd er aankwam. En of dat helemaal toeval is, zeg maar, dat verhaal opeens naar buiten kwam, dat is maar de vraag. Daar wil ik eigenlijk even met jou naartoe. Want Elsevier heeft een historie met deze vrouwen. Die hebben in 2019, en ik kan me herinneren dat ik het toen ook al twitterde van, dit is een zeer opmerkelijk interview. Een dubbel interview met Bolkestein en deze Soumaya Sala. Met ook een foto erbij dat hij totaal verliefd naar haar kijkt. Dat ik al dacht, deze man moet tegen zichzelf in bescherming genomen worden. Waarom grijpt zijn familie niet in? Dacht ik toen al bij dat interview. Nu kwam Elsevier met best wel een heel naar stukje over Omtzigt. Van je roept wel je zilkens naar de Kamer toe op hoge toon. Omdat er bij vluchtelingenwerk iemand werkte die ook een IS-terugkeerder. Dus ook een slecht verleden, zeg maar.
Daar laat je Jezilkes voor naar de Kamer komen, terwijl Jezilkes er niet per se over ging. Nou, dat was dan weer wind. Er was een discussie vorige week in de Kamer over verklaring omtrent gedrag. Hè? Ja. Of je aan oud-terroristen en IS-vrouwen een zogenaamde VOG afgeeft voor bepaalde werkzaamheden. Nou, en toen bleek dat er geloof ik 24 keer aan een voormalig terrorist een VOG is afgegeven. En deze mevrouw Sala heeft, heb ik begrepen, 3 keer een VOG gekregen voor bijvoorbeeld werk in het onderwijs of zo. En ook Omtzigt was daar best kritisch op, dat je dus dat doet. En toen kwam Elsevier met het verhaal van, ja, maar ze heeft, dus een beetje hypocriet misschien, want die mevrouw Sala heeft jou ook geadviseerd of geholpen. Dus ik heb hem even gevraagd en toen zei hij, ja, ik heb inderdaad, in het verleden heb ik wel eens wat aan haar gevraagd, maar toen heb ik me daarna wat beter in haar verdiept. En eigenlijk vanaf 2020, zegt hij, heb ik geen noemenswaardig contact met haar gehad. Maar wat ik dan interessant vind, want ik las dat stuk in Elsevier en volgens mij stuurde ik het ook meteen naar jou van, welke VVD'er heeft dit naar Elsevier zitten lekken om Pieter Omtzigt te beschadigen? Nou, het is maar de vraag of het vanuit de VVD komt. Kijk, ik heb het hele weekend contact gehad met mensen rondom haar en haarzelf. En een van de verdedigingen die zij aanvoerde was, want ik zei, hoe kan het nou dat jij met dit soort mensen van BBB omgaat en hoge gedecoreerde militairen en dat je met al die dingen bemoeit? Toen zei ze, ja, maar ik ga met allemaal bekende mensen om en politici. En toen zei ze dus Omtzigt, Rutte, noem maar op. Ze zou heel goed contact hebben met een raadsadviseur van Rutte. Zou ze ook mee appen en zo. En dus het zou ook kunnen dat ze dit dat het vanuit die hoek gekomen is, misschien om haar heen, om maar te laten zien dat als ik een verhaal breng, dat zij een hele nauwe band heeft met een paar militairen die toevallig ook bij BNB zitten, bij BBB zitten. Nee, maar er was een politicus op uit om dit ook aan Pieter Omtzigt te laten kleven. Nee, maar zij las ik uit dat stuk uit Elsevier. Zij hadden daar belang bij, die groep, om te zorgen dat het ook verbreed werd. Dus dat is ook een theorie. Maar ben jij ook eigenlijk toch voor een karretje gespannen door... hoe wordt zoiets ingestoken? Of ben je op je quivief als je zoiets toegespeeld krijgt? Of dat je denkt, ja, maar... Ik heb niks toegespeeld gekregen. Ik heb gewoon ik heb me gewoon verdiept in wie is die mevrouw. En ik heb gewoon maar je hebt een aanleiding daarvoor. Ja, je hoort iets. Ja. Of je... Nou ja, een paar weken geleden was ze in het nieuws. Hè, dus dat was sowieso wel een goede aanleiding. Maar ik had gewoon eens wat gegoogeld naar die mevrouw. En toen kwam ik bij toeval op het feit dat zij dus samen met die meneer De Ruiter in een bedrijf werkt. En dat zij daar het hoofd Public Affairs is. De directeur Public Affairs. En dat vond ik dat was het draadje waar jij aan begon te trekken. En dat vond ik heel erg apart. Want dat was een bedrijf dat zich bezighoudt met luchtfilters. En toen dacht ik, wat is haar expertise op het gebied van luchtfilters? En wat is zijn expertise op dat gebied? Maar wist jij dat hij voor BBB actief was? Nee, en toen vervolgens dacht ik, wat is de relatie tussen die twee mensen? Hoe kan het dat een ex-terroriste, om het maar zo te zeggen, samenwerkt in een bedrijf met een drager van de militaire Willemsorde? Er zijn er maar 3 van in Nederland na de oorlog. Ja. Dat integreerde mij gewoon. En toen ben ik gewoon gaan zoeken. En dan kom je natuurlijk automatisch op het feit dat zij met Frits Bolkestein een bepaalde verhouding heeft. Ja. En dan ga je daar vragen over stellen en dan kom je steeds verder. En op een gegeven moment ben ik terechtgekomen bij de neef van Frits Bolkestein. En die heeft mij uiteindelijk verteld hoe zij dat als familie hebben ervaren. Ja, er heeft niet iemand jou ingefluisterd van, Ton, je moet eens eventjes moet je voor BlinkedIn kijken of zo. Nee, vaak zo werkt het niet. Je moet gewoon zelf zoeken en vragen stellen en nieuwsgierig zijn. En natuurlijk moet uiteindelijk iemand je wel te woord willen staan of iets willen vertellen. Want zij was natuurlijk niet voor het eerst in het nieuws. Ik bedoel, die eerste keer dat Wilders daar een heel circus van maakte, was zij natuurlijk al op het vizier van een hoop mensen. Ja, en daar was Wilders zo verbaasd om te horen. Kijk, zij zat een paar weken geleden in een podcast bij Jort Kelder. En toen vertelde ze daar dat zij lid was van het klimaatnetwerk, geloof ik, van de VVD. En toen Wilders dat hoorde, heeft hij daar gelijk een enorm nummer van gemaakt. En dat kan ik me voorstellen vanuit zijn emotie en zijn betrokkenheid. Ja. En politiek kan hij daar misschien ook munt uitslaan. En hij heeft toen Jezilkes een beetje moeilijk gemaakt. Want die krijgt er allemaal kritische vragen over als leider van de VVD, maar nu ook als lijsttrekker. Dus die was duidelijk ongemakkelijk met al die vragen. Ja. Dus dat de VVD gisteren besloot om haar te royeren als lid, dat kwam ze misschien wel heel goed uit. Nu net voor de verkiezingen ook. Om zich nu van haar te ontdoen, zodat ze niet tot in lengte van dagen moeilijke vragen krijgen over een associatie met iemand vroeger. Want daar was Sophie Hermans eerder veel aarzelender in, hè? Dit was ook misschien een moment waarop Jezilkes wil laten zien, ik ben nu de leider en nu gaan we het anders doen.